Het is een volkomen normale schooldag. Zo saai. Tot er een nieuw meisje in de klas verschijnt. Hallo, Melissa. Neem plaats op je stoel. Maar je moet voorzichtig zijn. Oh, de les is nog niet eens begonnen en ze zit al in de problemen. Deze meisjes zijn duidelijk ernstig. En haar engelachtige glimlach raakt hen niet. Het nieuwe meisje zat immers op Skylar's plaats. En zij is het populairste meisje van de klas. En ze zal hard terugvechten. Met de hulp van haar speciale vriend. Het duurt zo lang om uit te leggen dat je gewoon een gewone stift nodig hebt. Skylar doet geen moeite om te praten. Ze schrijft het gewoon uit. Begrijp je het nu? Maak dat je wegkomt. Ja, er is niets wat ze kan doen. Ze zal een andere plek moeten zoeken. En de koningin kan haar troon innemen. Hé, waarom sta je daar? Waar zijn de requisieten? Oh, ja, een ogenblikje. Een glitterexplosie. Maak van alles een show. En van de trouwe assistenten. Oh, is er geen plaats meer bij de balie? Ik kan staand aantekeningen maken. Zolang ik maar naast Skylar zit. Waar is het nieuwe meisje trouwens? Ik ben hier, achter de plank. Weet je zeker dat je daar goed zit? Oké, laten we beginnen. Skylar is razend populair op deze universiteit. Zelfs in de cafetaria is het middelpunt van de belangstelling. Haha, dat is hilarisch. Het is goed om een vriendin te hebben die je vertelt waar je om moet lachen. Oh, daar is Melissa. Met zelfgemaakte donuts. Probeer je een band te krijgen met je klasgenoten? Het lijkt erop dat deze donuts de beste manier zijn om ze voor je te winnen. Skylar is er niet blij mee. Weet je niet hoeveel calorieën ze hebben? Ze is woedend. Geef me de donut, nu! Oeps. Hier, neem in plaats daarvan wat fruit. Och ja, tot ziens, donuts. Oh, waar zijn alle peren? Haar beste vriendin heeft er geen één gekregen. Ze zal haar haar moeten opeten. Skylar zal voor de zekerheid een donut proberen. Waarom kijkt iedereen zo boos? In de natuurkundeles zijn er nooit genoeg mensen bereid om naar het bord te gaan. Wie zal de vergelijking oplossen? Niemand wil dat. Behalve Melissa. Goed, ga je gang. Skylar vindt dat niet zo leuk. We gaan deze slimmerik een lesje leren. Als je populair bent, staat de hele klas aan je kant. Een pen en een stuk papier is alles wat je nodig hebt om een oorlog te beginnen. Is iedereen er klaar voor? Begin! Probeer je niet eens te verstoppen. Wat is dat? Een feestknaller. Glitters? Skylar komt er niet uit wat te doen. Arme Melissa. Maar misschien vrolijkt een goed cijfer haar tenminste op. Ja, maar Skylar niet. Het is zo fijn om wat water te drinken na de gymles. Oké, nu is het tijd voor een douche. Oeps, Melissa's kastje is gecomprimeerd. Skylar's team is er. De meisjes zijn op oorlogspad. Ze willen het kastje van het nieuwe meisje vinden. Skylar's vriendin moet echt voorzichtiger zijn en zich niet laten afleiden. Oh, een bal naar haar idool gooien? Dat is onaanvaardbaar. Skylar staat op het punt een goede slag te slaan. Op het kastje. Oh, ik denk dat ik het doel gevonden heb. Het is zeker Melissa's kastje. De operatie om het te vernietigen is begonnen. We moeten al het water opdrinken. Klaar. Is dit echt wraak? Laten we haar kleren meenemen. En in plaats daarvan laten we dit liggen. Arme Melissa. Wat zal ze zien? Een lege fles en geen kleren. Behalve dit peperkoekmannenkostuum. Ze zal het aan moeten trekken. En hier is haar publiek. Het effect is verbluffend. Skylar is zo blij. We hebben meer mensen nodig om dit te zien. Michael, kom binnen. In het middelpunt van de belangstelling staan is natuurlijk leuk, maar niet als je een peperkoekman bent. Zo gênant. Arme Melissa, wat gaat er nu met haar gebeuren? De college cheerleading try-outs zijn vandaag.
eindelijk een mooie kans voor Melissa om zich te bewijzen. Oké, go! Wauw, geweldig! Meneer Brown is zo blij. Dat zou hij niet moeten zijn, want Skyler zit vlak naast hem. En ze is van streek. Waar kijk je naar? Wat is er zo geweldig aan Melissa? Niets volgens Skyler. Maar meneer Brown geeft haar de hoogste score. Skyler's vriendin doet dat ook. Maar nee. Nu zal de cheerleading-expert je laten zien hoe het moet. Voilà. Nou, waar blijft mijn applaus? Bravo, bravo. En natuurlijk de topscore. We hebben wel medelijden met Melissa. Ze was zo goed. Iedereen vond het geweldig, behalve Skyler. Nou, dat is beter dan niets. Je moet voorzichtig zijn in de scheikundeles en beschermende kleren gebruiken. Hoewel, Skyler wil hier ook opvallen. Oké, prima. Ik zal deze bril dragen. Laten we met het experiment beginnen. Meng de chemicaliën. Maar het lijkt erop dat Skyler andere plannen heeft. Oh, Coca-Cola? Ik heb zo'n dorst. Nee, het is voor de prank. Dit wordt een echt scheikundig experiment. Door frisdrank in de reageerbuis te gieten. Meneer Brown merkt niets. En Melissa ziet niet dat iemand cola in haar flacon giet. Een heleboel zelfs. Maar dat is niet alles. Mentos. Oh, nee. Skyler gooit ze in een cola. Oh, Snoep, dankjewel. Wat is er mis met jou? Ik moet het uitleggen. Zo van... Oh, jeetje, wat is er aan de hand? Het is een ramp. Meneer Brown, help! Dit experiment is te ver gegaan. Skyler is de enige die plezier heeft. Haar vriendin daarentegen lijkt er niet van te genieten. Maar wie kan het wat schelen? Het is ieder voor zich. Dat is niet waar. Melissa laat niemand in de steek. Sta op. Ben je in orde? Ik kan niet geloven dat dit gebeurt. Michael heeft een tweelingbroer die heel graag op het podium wil optreden. Hij heeft veel talent. Al weet hij nog niet eens wat dat is. Het is vermoeiend. Daarom is het beter om op het podium uit te nodigen. Onze favoriet, Skyler. Daar is ze dan, een echte ster. Hé, waar is mijn reserve? Eindelijk. Sst, luister naar mijn bevelen. Nu, laten we beginnen. Skyler heeft de leiding over de choreografie. Haar vriendin heeft de leiding over de rest. Oh, wat is er met al die gezichten? Maar iedereen is erg onder de indruk. Ze heeft talent. Michaels broer besloot om persoonlijk zijn eer te bewijzen. Bravo, bravo! En nu, op het podium, Melissa. Dit is het, haar grote kans. Wat een geweldige stem. Het publiek is verbaasd. En hoe populairder Melissa is, hoe gekker Skyler wordt. Kijk, ik heb de melodie opgepikt. Ga uit mijn ogen. Het is al goed. Ik zal je laten dansen. We moeten de stroom uitzetten. Dan zullen we zien hoe je zingt. Oh, de lichten gingen uit. En de microfoon doet het ook niet. Maar dat houdt niemand tegen. Iedereen is verliefd op Melissa. Het is best romantisch om zonder licht op te treden. En Michaels broer heeft een zaklamp. Het concert kan doorgaan. Behalve dat de muziekapparatuur niet werkt zonder elektriciteit. En dan komt er hulp van waar je die het minst verwachtte. Skyler's vriend komt naar de goede kant over. Succes! Een nieuwe ster is geboren. En ook een nieuwe vriendschap. Joepie, de winnaars van de wedstrijd zijn deze geweldige teamgenoten. En nu gaan we dansen. Wauw, meneer Brown is ook een DJ. Dat is een ongewone hobby voor een leraar.
Iedereen heeft het naar zijn zin. Hier komt Skyler. Maar waar is de rode loper? Het lijkt erop dat er een nieuw idool in deze klas is. Skylers tijd is voorbij. En Melissa is het middelpunt van de belangstelling. Dit is zo vreemd. Niemand geeft om Skyler. Dan kan ze maar beter gaan. En trots alleen zijn. Arm ding. We zouden haar moeten troosten. Oh nee, dat doe je niet. Laat me met rust. Wat wil je? Kun je mijn frisdrank openmaken? Wie anders? Wat dacht je van een dansje? Ik zie niet in waarom niet. Skyler moet zich ontspannen en loslaten. Ze lacht nu. Ze is ook klaar om te vergeven en te vergeten. Jongens, laten we vrienden zijn. Wauw, dat is een onverwacht einde. Vond je onze sketches over Skyler en Melissa leuk? Ben je ooit een nieuwe leerling geweest? Hoe ging dat? Vertel het ons in de commentaren. En vergeet niet deze video leuk te vinden, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe video's op Troom Troom Wow mist.